Wij gaan proberen om iedereen die hier woont in de hoogbouw bewust te maken, hè, dat je afval niet op straat moet gooien, maar dat je dat mooi in die oranje containers kan gooien. En want we zijn 1 januari gestart met Diftar. Groot succes. Iedereen is massaal aan het scheiden geslagen. En we zagen dat er heel veel verpakkingszakken in de openbare ruimte terechtkwamen. Ja, en die worden maar eens in de 14 dagen opgehaald. En we hebben nu gezegd, we gaan meer dan 100 van deze containers plaatsen. Die staan er nu ook allemaal. En daar kan iedereen 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zijn verpakkingsmateriaal kwijt. En dan kun je de wijk mooi schoonhouden. Goedemiddag. Dag mevrouw Frans van Achteren. Beppo, ja, de Blinken. Hi Beppo. Hallo. Mag ik u vragen, heeft u deze folder ontvangen van de week? Ja. Hoe is het voorheen geweest in de wijk? Was het... Echt rommelig. Heel verschrikkelijk zelfs nog. Ja, eerlijk waar. Scheidt u zelf ook afval? Ja, zeker. Heel goed. Ik ben wijs genoeg, dus ik heb wel eens commentaar gegeven op mijn tablet weer wel, op Facebook. Ja, de mensen te lui zijn om te lopen en al die dingen meer. Maar ze trekt zich nergens wat van aan hoor. Ik ga er wel eens achteraan kijken waar ze wonen of zo. Maar ja, vorige week zijn er 2 ontsnapt. Ja, dan spreek ik ze aan, dan meen ik echt hoor. Er staan nu oranje containers, merkt u verschil? Ja, ik merk wel verschil. Dus er is echt nog wel een groep mensen die het nog niet zo goed weten. Of dat ze er zijn of dat je er gratis gebruik van kan maken. Maar er is zeker een verschil met voordat we die bakken hadden. Dus meer mensen maken er wel gebruik van, gelukkig.